De werkbalk voor snelle toegang. Die is er altijd standaard. Daar staan standaard deze drie knopjes op. Eén van die knopjes is ongedaan maken. Heb ik een wijziging ongedaan gemaakt, dan verschijnt ook het knopje opnieuw uitvoeren. Heb ik een actie uitgevoerd, dus bijvoorbeeld Nederland selecteer ik en maak ik vet. Dan zie je dat de vorm van dat pijltje veranderd is. En uh, nu betekent het, het pijltje betekent opnieuw of uh, herhalen. En als ik dan in infrastructuren ga staan en ik gebruik deze knop, dan zegt die herhalen datgene wat je net deed, namelijk vet maken. En dan wordt die ook vet gemaakt. En dat kan ik nog een keertje herhalen, zo vaak als ik wil. Ja, dus als je ongedaan gemaakt hebt, dan is, betekent dit knopje opnieuw uitvoeren. En heb je niks ongedaan gemaakt, maar een opdracht uitgevoerd, dan is het herhalen. Er zijn meer opties die je toe kunt voegen aan je werkbalk voor snelle toegang. Daarvoor gebruik je de uh, keuzepijl. En hier zitten een aantal standaard uh, opties, bijvoorbeeld Nieuw. En dan komt er een nieuw knopje bij voor een nieuw leeg document. En als ik daarop klik, krijg ik een nieuw leeg document. Er zijn nog meer mogelijkheden. Dan ga je naar Meer opdrachten. Bij Meer opdrachten. Wordt er automatisch een keuze gemaakt bij uh, de populaire opdrachten. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de editor. Um, stel dat je niet zo'n breed beeldscherm hebt en de editor is niet altijd in beeld, maar je wilt wel heel snel de spellingcontrole kunnen toepassen, dan zeg je editor, klik je aan en je doet toevoegen. En dan wordt de editor toegevoegd aan de werkbalk voor snelle toegang. Je kunt ook een andere categorie kiezen, bijvoorbeeld de categorie opdrachten die niet op het lint staan. En dan zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen, nou die, die komt het eerste, er zijn er heel veel hoor, er zijn echt heel veel mogelijkheden. Maar eentje die handig is, is aflopend sorteren. Klikken we aan, die kunnen we ook toevoegen en die wordt dan ook nog toegevoegd aan je document. Oké. Okay. Dus nu heb ik twee knopjes toegevoegd aan mijn document. En als je je nou afvraagt wat is dat dat aflopend sorteren, ik heb even een stukje tekst klaargezet. En als ik die tekst gesorteerd wil hebben, kan ik hierin gaan staan. En ik zeg ik wil aflopend sorteren. Oké. Okay. En dan zie je dat de volgorde op alfabetische volgorde staat. Maar dan wel van Z naar A. Daarom heet het aflopend. En uh, je hebt ook een knopje oplopend sorteren. En dan wordt het van A tot Z gesorteerd. Die werkbalk voor toegang, die kun je zelf zo, breed of zo groot maken als je zelf wilt. Hè. Je kunt er heel veel knopjes op zetten, dingen die je vaak gebruikt. Dan is het misschien ook handiger om hem onder het LINT weer te geven. Dat kan ook door op het, de lijstpijl te klikken en dan onder het LINT weer te geven. En dan heb je hier heel deze ruimte. Om te vullen met opties die jij graag gebruikt.